Ook die sponsor, Simpel.nl, hebben we het laatst over gehad natuurlijk. Tita Tuinmeubelen, nou ja, dat was een hartstikke mooi iets. Want ik heb die tuinmeubelen met veel dank aangenomen. Maar afgelopen maandag... Weet jij, mag ik even ertussen nog komen? Ja? Ik werd vanmiddag benaderd door TV Oost of ik het daar live in de uitzending wilde. Want de eigenaar van Tita Tuinmeubel die zat daar en die zat ook weer zijn verhaal te vertellen. Die man is wereldberoemd in Nederland. Nee, maar die heeft het geweldig gedaan. Die heeft een prachtige set tuinmeubelen neergezet. Nou, hij heeft een set tuinmeubelen Oké. Hij heeft inderdaad een set tuinmeubelen neergezet en... Maar we hebben niemand kunnen vinden die het ook in de tuin wilde hebben. Ja, Leo Dries heeft het. Oh ja, maar ja, die woont 5 hoog achter. Hè? Ja. Nee, maar Leo was er bijzonder blij mee. Maar er was ook een soort jaloezie hier aan de tafel. Dat merkte ik ook wel een klein beetje. Dat de heren toch zoiets hadden van leuk dat Wilfred dat nou gekregen heeft. Kijk even naar afgelopen maandag, zoals Johan er ook op reageerde, wat hij eigenlijk graag had zou willen. Ik ga nu dus een goed woordje doen voor Porsche. En misschien zal ik morgen Porsche. Ja, nou dan moet je hem nog 3 keer roepen. Dan staat hij er waarschijnlijk wel inderdaad. Ja. Nee, meer Christine Leduc wel. Maar en dan mag ik die Porsche van jou lenen af en toe. Ja, René, je voelt hem al aankomen natuurlijk, hè? Vertel maar. Ja, daar komt hij hoor. Ja, natuurlijk, man. Niks mis mee. Pakketje? Pakketje. Is goed. Is goed, man. Ja, daar is hij. Ja. Hij staat nog uit. Ja. Om even kijken, hè? Ja, gelijk erbij gekregen, hè? Ja, is toch prima. Van Linda. Je mag hem openmaken hoor, als je wil kijken. Maar... Linda en Suzanne. 11:30, maar dan ben ik nog niet thuis hoor. 11:30. Nee, maar goed, mensen, nee, dat krijg je nu een beetje. Ja, ze nemen het allemaal heel erg serieus. Dus... Het begon ooit als een voetbaltalkshow. Ja. Hey Johan. Voor de rest niet zo die meer, toch? Maar kijk, ik moet zeggen, ik ken dit inmiddels wel. Ja? Ja. Ik heb ermee op mijn voorhoofd gelopen. Ik heb ze omgebonden. Ik heb... Ik denk dat we deze maar eens gewoon aan Johan mee moeten geven. Nou, ja, natuurlijk. Ik wil wel even kijken of er dingen in zitten die ik nog niet in mijn gereedschapkist heb. Ja, natuurlijk. Neem jij nou lekker dat ding mee en dan maak je ze wakker vanavond. Nou, als ze zitten, als ze zitten toch, kijken, man. Gaat ze niet slapen. Nee, daarom. Nee, lekker mee dat ding. En dan gaat ze naar een hotel. Ja, Johan houdt hem wijselijk dicht, zie ik. Dus, nou, nee, maar ik geloof dat jij heel benieuwd bent wat erin zit. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen hier... En als de kijkers hier, daar ook benieuwd naar zijn... Die is goed. Maar zonder bril zie ik niet wat het is. Dat is massageolie, jongen. Van Vloer over de Koekoeksnest, wat aflevering. Ja, mooi man. Ah, ja, het lijkt wel Kerstmis. Wat zijn dit van dingen? Ja, ja. Jongen, dat ik... Ja, dit weet ik niet wat dat van... Ik zou met hier ben ik niet zo in thuis, ik hoor. Ik zou bij jouw vrouw gewoon die sleuteltjes weggooien als je thuis komt. Zijn goed, man. Het past wel bij jou, shit. Ja. Nou ja, erg leuk, maar het was eigenlijk René's een cadeautje. Niks mis mee. Nou ja, goed, Johan, in dat kader ook. Ik bedoel, René heeft zijn cadeautje gekregen. Dan is het natuurlijk onvermijdelijk, hè? Ja. Ja, dames en heren, daar is die. Wat is het? Ja, groter hadden we het niet. Ja, of die jongens van Porsche moeten er nu heel serieus op reageren... als ze dat dit willen doen. Johan, blijf even door. Nee, als René ze niet meeneemt, dan schenken we ze voor een goed doel. Ja. Ik kan niet op eentje komen, heb ik gezegd. Maar goed, René, ook hartstikke bedankt. Er zijn weinig goede doelen waar je dit soort onsmakelijke grapjes over kunt maken. Ja, nee, dat bedoel ik ook inderdaad. Tot zo.